kan me voorstellen dat dat even schrikken is voor bepaalde kinderen, voor de allerkleinste. Aan de andere kant is het ook wel zo dat in de, ja, wat we in de huidige media zien, dat is ook vrij veel geweld. Zelfs in tekenfilms die ze gewoon kijken op Nickelodeon. Het is natuurlijk nieuw, dat heeft nog nooit iemand denk ik gedaan. En ja, dat is wel weer een nieuwe kans, dus ik kan het ook van zijn kant wel begrijpen. De hele lieve Sinterklaas, maar ook de andere kant ervan. Ik vind het eigenlijk wel leuk, provocerend. Ik heb zoiets had ik nog nooit gedacht, dat er Sinterklaas een bad guy zou spelen. Dus ik vind het wel vet. Ja, dat op zich vind ik eigenlijk ook wel. Ik bedoel, het is wel gruwelijk natuurlijk. Zo iemand, zo'n lieve man als Sinterklaas zo gruwelijk wordt, ja. Dat is wel een vette shit natuurlijk. Maar jullie zijn dus wel nieuwsgierig geworden naar de film? Ja, ik ga beslist kijken. Sint, en hij komt 5 december, komt hij dus in de bioscopen, dus rond de Sinterklaastijd. Niet op de tv, hè, dat al die kinderen meteen weer bang zijn. Niet op tv, maar in de bioscoop.